Kuipers op gaan zoeken. Karioglu. Goeie voorzet en dat is een dikke kans voor Van Haken. Dat had de gelijkmaker moeten zijn voor NEC. Heerlijke voorzet van die bal op de helft van Excelsior, een vrije trap. Met Schaars en Muiters. Maar de andere helft is gewoon niks te zien. Laat Van Boekel het. Het lijkt vanaf die positie met rechts te gaan gebeuren. En de keeper is gewaarschuwd. Hij moet aan de bak. Doet hij goed. Muiters. Het is een leuk begin zo. Amrabat. Amrabat, steekballetje is goed gedaan. Alleen kies positie. Groepé gaat voor eigen succes. En die bal blijft binnen. Ayoub. Muiters. Karam. Op de achterlijn Vrij. Ayoub. Oh, wat mooi gedaan zeg door Ayoub. Dat is zalvoetbal op gras wat Ayoub daar laat zien. Troepé. Waar gaat hij toe leiden? Ayoub. Matthij wenst niet mee te werken. Het kan nu nog. Een mooie volley van Aller. Driewielend Utrecht eigenlijk na die 2-0. En misschien valt er wel een goal. Traoré. Binnendoor bij Oussou. Bij de tweede paal wordt die bal ingeschoten. Gered door Muiters in eerste instantie. Dijks. En die mist. En dat doet Traoré vervolgens in de herkansing. Maar Traoré valt in dit opzicht minder te verwijten dan de Deen. Chenny. Profiteert van geknoei van Drost. Chenny in de korte hoek, uitgestoken been van Muiters. Want de aandacht ook van mij gaat er naar. Lo spazio lasciato libero dal compagno. Ancora una volta Excelsior che chiude. Ondanna l'ultimo tocco è da controllare per Proper che ha già scambiato con Gaston Pereiro. Si muove De Jong, Proper va in mezzo per Gaston Pereiro. Muiters con le mani non riesce a bloccare, ma è provvidenziale il suo intervento. Freddy Kuipers, arriva Proper. Narsing in area di rigore, il controllo. Narsing calcia, Muiters ci mette la manona sul destro alto di Narsing. La caccia della doppietta, grande giocata. Buona la prima, non la seconda, poi Proper, il pallone è ancora buono. Proper, Muiters spara, poi Narsing, ancora Muiters. Grande risposta del portierone belga. Si resta sul 2-1 con Narsing. 2-0 in balbezit met Valkenburg. Bal ineens geschoten en met moeite gepakt door Muiters. Staan wel een paar Belgen op het veld. Volgende kans voor Willem II. Ja, maar net niet in te tikken. Als Valkenburg loert. Hij loert altijd op dat soort momenten. Goeie actie. Lekker schot. En Muiters klem vast. Ja, gretig om zich te laten zien. Muiters bokst. Geen risico daar. Bruns, goed. Ik denk tweede paal, Muiters. Kolwijk sprint al. Maar nog even dat. Bruns geeft aan, Flederen schiet. En Flederen schiet hem er niet in, wat Muiters redt. Drosten. Vermeij, Koelwas helemaal vrij. Koelwas! Nee, Vermeij! Ja, en daar is dan de treffer waar Heracles al geruime tijd naar op. Ja, genoeg te kiezen. Bruns, bal wordt verlengd en weer Muiters. Die kiept echt een geweldige wedstrijd. Voorkwam al die vrije trap van Flederis. Dat een. Het antwoord. Komt dat snel? Torstra probeert het te geven. De redding is van Muiters.
Woudenberg. Ligt de bal daar even werk. Julena. Jurgensen wil natuurlijk ook op het lijstje. De hand van Muiters, de vuist van de doelman van Excelsior, voorkomt dat vooralsnog. De bal nog getoucheerd denk ik door Kramer, maar niet voldoende om Muiters te verrassen, te verschalken. Koeri. Dat zijn de leuke bewegingen. En Muiters, dan is er nog de rebound voor Toornstra, weer El Hankouri. De Boer, Antonia, daar is de raakte kopbal, wilde ik zeggen, van Drost. Wat een geweldige redding van Muiters. Ziyech, Muiters. Tukkers richten zich op naar die tweede treffer van Excelsior. Afstand kan hij gevaarlijk worden, want hij heeft een enorm schot in zijn benen. En Veldwijk doet wat hij voor rust ook deed. Alleen dit keer is Muiters er wel op ingesteld. En voorkomt hij daarmee 0-2. Deze ziet. Cabral. Makkelijke bal voor Muiters. Eén man voor, Kuwas. Cabral. Ja, en dat begrijp ik dan ook wel weer. Dan zou je zeggen, en dat zullen ze zeker bij Excelsior zeggen, dit is gerechtigheid. Cabral. En een goede redding van Muiters. Een hele goede redding. Wat wil... Travest. El Azouzi. En hoekschop. Bij Excelsior denkt men dat El Azouzi de bal met de hand speelde. Dat wordt niet als zodanig top en vindt het niks. Van Weert ziet dat uiteraard heel anders. Was het geval dit voor Karami. Fischer. Muiters twijfelt, maar hij is op tijd. Door de gekaatste stans, Bellassani. Die bal is wat aan de harde kant, maar dat kan wel voor Gozens. Ja, net niet, omdat Muiters glijdt. Dat is snordig van Bellassani, want je verwacht dat die bal toch op maat is. In eerste instantie niet voorkomen. Navratil, die kan zo door. Navratil schuift niet binnen. Dat verkopt Muiters. Weer zo'n lange bal, nu dus van de doelman. Bruns en een mooie redding zeg van Muiters, die hem uit de kruising weghaalt. Vrij trap snel genomen, Karsdorp ineens, Kramer controleren en schieten, redding Muiters. Hij scoort over het algemeen makkelijk tegen Excelsior. De Kuipers daar naartoe. Scherpe bal en de kans en die zit er nee, niet in. En ik heb niet indruk dat Muiters ook maar enig idee heeft hoe het mogelijk is dat die bal er niet in zit. Maar het belangrijkste van het strafschopgebied, Tankovic zelf, dat is het idee. Maar...